Dit is de eerste Israëlzondag na 7 oktober vorig jaar. Alles wat er sindsdien gebeurd is in en om het land Israël heeft met die 7e oktober te maken. U weet dat hopelijk nog wel, de grote dag van het Loofhuttenfeest. Het was Shabbat. Op die dag viel Hamas talloze terroristen Israël binnen en die hebben zo'n verschrikkelijke slachting aangericht, weerzinwekkend, duivels, zo bloeddorstig. Iedereen die zich maar een beetje verdiept heeft toen in wat Hamas heeft gedaan op die dag, die trekt wit weg. 1200 Joden liet het leven, het hoogste aantal Joden op één dag door terreur gestorven sinds de Tweede Wereldoorlog. En ze werden vermoord op zo'n verschrikkelijke manier. Er zijn geen woorden voor. Baby's, zwangere vrouwen, jonge mannen en vrouwen. En ten diepste waarom? Omdat ze bij het volk van de Joden horen. En gemeente, wij moeten daar niet te gering over denken. 7 oktober is een enorm nationaal trauma in Israël. En niet alleen in Israël, maar voor iedereen die Israël lief heeft, is het een trauma. Een traumatische dag zoals 9-11, hè, 11 september, altijd een traumatische dag is voor de USA, voor Amerika. Omdat dat zo'n aanval was op het hart van de democratie door terrorisme. Zoals voor ons, denk ik, in Nederland, en dan praat ik toch alweer over 10 jaar terug, maar vlucht MH17 en wat daarmee gebeurde, dat is voor ons nog altijd een nationaal trauma. In één keer, door terreur, een vliegtuig, 300 mensen hebben het leven gelaten. En zo geldt dat dus voor Israël. En het punt is, het bleef niet bij die 7e oktober. Want op dit moment zitten er nog steeds mensen gegijzeld in de Gazastrook gevangen. Een jaar lang wordt Israël van alle kanten aangevallen, letterlijk aangevallen door Hamas en door Hezbollah. En waarom? Alleen maar raketten, gefinancierd waarschijnlijk door Iran. En Iran heeft het afgelopen week ook gedaan. En Jemen valt, de Houthis vallen, allen die bij Israël horen aan. Israël wordt sindsdien letterlijk aangevallen, maar ook figuurlijk, want het antisemitisme is nog nooit zo groot geweest. Met als voorlopig dieptepunt in Nederland misschien wel het weigeren door politiemensen om Joodse objecten te beveiligen. Hoe bestaat het? Zoveel haat en nijd tegen dat volk van God. Israël ligt onder vuur en gemeente, dat is niet voor het eerst. De Bijbel staat er vol van. En daarom willen wij op deze Israëlzondag luisteren naar een oud gebed dat God roept om in te grijpen, om te herstellen, om naar Israël om te zien. En dit gebed van Psalm 80, dat is wat de Heer ons vandaag op de lippen legt en op ons hart bindt, om te bidden voor het herstel van Israël. En dat is dan ook het thema voor de prediking, gebed om herstel van Israël. En ik heb drie woorden die samenvatten waar het in de preek over gaat. Eerst verwoest. Nou, dat is wel duidelijk als je de psalm leest. Dat gaat over Israël. Vervolgens verhoord. Dat gaat over het gebed dat hier klinkt. Dat is verhoord. Maar in de derde plaats verlangt. En dat gaat over het herstel. Er wordt nog steeds herstel van Israël verlangt toch. Dus die drie woorden in dat gebed om herstel van Israël: verwoest, verhoord en verlangt. Gemeente, je moet je Bijbel er altijd bij hebben in de kerk. Hè? Ik weet dat sommigen dat niet doen, die luisteren. Soms is dat lastig om te weten waar je zit, maar u heeft wel net goed meegeluisterd, hoop ik. En gehoord hoe ik het voorlas. En u heeft denk ik allemaal, ook als u meelas, wel door dat Psalm 80 een smeekgebed is.
Een smeekgebed en je stelt het je voor dat het volk van Israël als het ware voor Gods troon de voeten van God vastgrijpt om ze niet meer los te laten totdat God hun smeekgebed verhoort. Dat is de intentie van dit gebed. En dat geeft als het goed is ons ook een aansporing voor onze gebeden.